Nou, dat zullen heel veel mensen zeggen, find the creator. Het interesseert me helemaal niets wat je in dit deel gaat vertellen. Maar toch wil ik je vragen om je aandacht er heel even bij te houden. Want dit is toch wel heel erg belangrijk, lieve mensen. Want wederom is er een nieuw platform bij. Hiep, piep, 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 piep. Die met onze privacy en onze gegevens ervan doorgaan. Want mensen, het spijt me heel erg om je te moeten vertellen dat Clubhouse een geweldig platform is en heel veel kansen biedt. Is het eigenlijk een start-up die met onze data en onze gegevens ervan doorgaan? Hoe kan ik het beste uitleggen? Is als volgt. We kennen allemaal wel de films Ocean's 11. Deze groep van slimme individuen hebben namelijk één doel. Toegang tot die grote, dikke kluis gevuld met veel waarde. Die grote, dikke kluis waar we het nu over hebben is big data, data, informatie. Informatie die dusdanig waardevol is dat organisaties en bedrijven allemaal verschillende producten en diensten ontwikkelen om maar tot die informatie te komen. En welke data hebben we het over? Data, informatie waar jij en ik steeds meer waardevoller worden in de ogen van adverteerders. Maar als volgt. Hoe kom je nou tot die kluis? Hoe breek je nou in? Hoe slim zou het zijn als je het volgende zou toepassen? Je organiseert een bal. En op dit bal nodig je alleen maar mensen uit die, ja, weet je, zouden van gezien en gezien worden. Ja? Je weet dat er individuen zijn die houden van sigaar. Ja? Die mannen houden van sigaar en die vrouwen houden van een lekkere Dom Pérignon. Heerlijk. Letterlijk alles is aanwezig bij dit bal en wat een hele geweldige avond, mooie avond. En aan het einde van de avond heb je niet het idee dat je bestolen bent. Je hebt het idee dat je in de watten bent gelegd. Je bent van alle gemakken voorzien. Ze hebben je zelfs naar huis gestuurd met een mooie dikke sigaar en een fles. Maar in feite is het doel bereikt. Wat jij namelijk niet weet, is dat de ontvangstzaal, die prachtige mooie zaal waar je de hele avond in bent geëntertained, is gebooby-trapped. Overal in die ruimte zijn er ogen en oren die meekijken, meeluisteren en notitie maken van alles wat er in die ruimte gebeurt. Met die informatie gaan ze aan de slag. Wat jij niet weet, als security man van die grote dikke kluis die je ten alle tijden behoort te beschermen, dat is immer je werk. Je weet niet dat je eigenlijk best wel veel hebt prijsgegeven. Je was niet op de hoogte of was niet bewust van het feit dat er zoveel ogen en oren in diezelfde ruimte aanwezig waren met het doel informatie bij jou los te halen. Je weet van niets. Sterker nog, de gehele ruimte is volledig opgezet om jou, specifiek jou, te pakken. Wat ik hiermee bedoel is bedrijven zoals Microsoft, Facebook, Apple, Oracle, noem het maar op, zijn alleen maar geïnteresseerd in wie jij bent, wat je doet en waarom zij jou en de informatie waar jij voor staat, hoe ze dat op een manier kunnen verpakken dat het voor adverteerders interessant is. Want het gaat hier om big data mensen. En nu hebben wij ons georganiseerd, niet zomaar, nee, dit bal waar jij eerder aanwezig was, dat waren allemaal collega's. Allemaal collega's die experts zijn op het gebied van informatiebeveiliging en beveiliging. Het zijn allemaal soortgenoten waar je heerlijk over kan praten op niveau. Met elkaar kan praten tot in alle eeuwigheid. En dat is eigenlijk hoe Clubhouse heel strategisch de juiste mensen bij elkaar verzamelt. En eigenlijk met popcorn meekijkt en meeluistert tot in alle diepte de discussies en die extent dat bepaalde thema's in worden uitgezet. Daarmee disqualificeert Clubhouse zich ook voor heel veel zaken als je goed oplet. Bepaalde zaken kan je niet op Clubhouse bespreken. Ik kan me niet voorstellen dat een dokter of een team van artsen een kankerpatiënt en het dossier van een kankerpatiënt zou willen bespreken in een Clubhouse omgeving. Het is geen beveiligde omgeving. Als je de kleine lettertjes leest, weet je dat er gewoon wordt meegekeken en meegeluisterd.
alles wat binnen de groep wordt besproken, alles wat binnen de club wordt besproken, ja, daar kijken mensen mee. In deel 1 van dit hoofdstuk heb ik het gehad over het feit dat we Clubhouse kunnen vergelijken als deze woonkamer. Clubhouse is niet anders dan het faciliteren van het gesprek. Als ik 10 vrienden uitnodig, nogmaals hier in deze ruimte, hebben een heerlijk gesprek. Maar als ik zou weten dat mijn buurman, of mijn vijand, of mijn concurrent meekijkt en meeluistert, ja, plotseling is het een heel andere dynamiek daardoor ontstaan. Ik voel me niet veilig meer. En dat is eigenlijk waar je goed over na moet denken of jouw digitale identiteit niet op het spel staat wanneer je je bemoeit met dergelijke platformen. Nu hebben ze een beveiligde omgeving gefaciliteerd. Als het ware die balwa, die balsa waar je aanwezig was. Die wordt nu gefaciliteerd. Maar in feite gaan ze met je informatie ervan door. Ze stelen eigenlijk jou en mijn data. En waarom zeg ik stelen? Wellicht denk je daar niet zo over. Nou, wellicht ben je niet bewust van het feit dat er oren en ogen zijn die meekijken. Kijk, nu is Clubhouse nog steeds een audio gefundeerd platform. Maar waarom zou het niet in de toekomst worden ondersteund met visuele hulpmiddelen, video of andere vormen? Ja, het spijt me heel erg. Die start-ups hebben maar één doel. Massa is namelijk kassa. En dat is daarmee ook het risico wat ik in dit hoofdstuk wil benoemen. Het gaat niet om de flexibiliteit of de vrijheid die jij en ik nu hebben om in groepen of in clubs ons te ordenen en samen. Nee, het gaat puur om jouw data, big data. Wat zijn je interesses? Waar kijk je naar? Hoe zoek je naar informatie? Dat zijn allemaal data die verzekeraars op zich ontzettend in geïnteresseerd zijn, ook heel veel geld voor betalen. Om maar te kunnen snappen hoe ze hun producten beter kunnen afstemmen met 1 om jou te vangen en 2 om rijker te worden. Ja, mensen worden ontzettend rijk aan de data die met Clubhouse wordt vergaard. Maar ik wil u wel zeggen, het is wel uw data. Het is uw en mijn informatie. En we zijn vandaag de dag in helaas dit tijdperk, A 2021, te slecht geïnformeerd wat dit soort bedrijven met jou en mijn gegevens doen. En ik, Find the Creator, ben ICT'er en zie niet anders dat Clubhouse een van de nieuwere platformen is waarbij die big data piep, gewoon weer hun ding gaan. Dus verstandig gebruik is heel belangrijk. Bewustzijn van wat er eigenlijk hier nu gebeurt met Clubhouse is heel belangrijk. Want waarom zou een dergelijk platform gratis worden aangeboden? Kijk, op het moment dat ze geld daarvoor vragen, gooien ze eigenlijk de deur dicht en is er gelijk een verdienmodel. Ze kunnen eigenlijk al hun investering terugverdienen. Ga op Wikipedia kijken hoeveel geld er wel niet is gepompt in deze start-up. Grote organisatie, belangrijk, heel veel geld. Heel veel geld wordt erin gepompt. En weet je, en sterker nog, chapeau, echt waar. Het is ze dusdanig gelukt om ons blindelings als schapen zonder, in groepjes bij elkaar te zetten. De specialisten der aarde gaan nu in groepen tot in detail bepaalde situaties uitwerken en er wordt meegekeken en meegedaan. Dat is ontzettend bijzonder hoe dat is gelukt. Maar we hoeven niet alleen maar bang te zijn, uiteraard. Hè? Ik bedoel, links of rechts komen ze toch aan onze gegevens en komen ze toch aan die gedragspatronen die ze nu analyseren zijn met artificial intelligence. Vroeg of laat is het ontstaan van jouw digitale persoon toch al compleet. Ja, sommige mensen gooien alles al op social media. Facebook, Twitter, enzovoort, enzovoort. Maar nogmaals, herken wel dat dit een van de nieuwe platformen zijn. Networking platformen die gewoon met je data ervan doorgaan. Wanneer het gaat om persoonlijke ontwikkeling, vind ik dat op zich niet eens zozeer erg. Maar ik wil jullie wel heel erg adviseren om zeker terughoudend te zijn wanneer we bepaalde discussies voeren op het platform
wat te maken heeft met jouw business. En met name jouw unieke vakmanschap. Ben je heel erg uniek in dat wat je kan en wat je doet? Dan zou ik je zeker adviseren terughoudend te zijn met je informatie en kennisdeling op een platform zoals Clubhouse. Want dan kijken ook gewoon mensen mee. Die 11 spices en herbs van de KFC, ja, dat recept gaan we niet kunnen bespreken in een dergelijke omgeving als Clubhouse. Dag in, dag uit zijn er computers, servers bezig om die systemen, die databases te vullen. En daar wordt artificial intelligence voor gebruikt. Met artificial intelligence zijn ze dus bezig om eigenlijk onze gegevens ongevraagd bij ons vandaan weg te stelen. Want op het moment dat we gebruik maken van die app, gaan wij akkoord met een algemene voorwaarde. Ja, dit is helaas wat Clubhouse ook is. En daar zal je rekening mee moeten houden. Tot zover deel 5, waar we hebben gesproken over het echte gevaar, hè, van Clubhouse. En wat Clubhouse echt is. Niets anders dan een big data machine. In het laatste hoofdstuk probeer ik alle 5 delen die we hebben besproken samen te vatten in, ja, hoe kan ik het nou wel goed gebruiken, Find the Creator? Hoe doe ik het nou goed? Ik zou zeggen, kijk het laatste deel.